De coronawaarschuwingen van de overheid lijken te werken. Vandaag was het overal behoorlijk rustig. Eventjes lekker frisse neus halen. En op de weg hierheen ging het eigenlijk nog heel goed. Weinig fietsers en wel wat voetgangers, maar we konden goed afstand houden. En verder vandaag. Het aantal coronadoden is vandaag licht gedaald. Maar het is nog te vroeg voor optimisme. Het repatriëren van duizenden Nederlanders komt op stoom. En hoe komt het dat er in Rusland zo weinig besmettingen zijn? En is dat eigenlijk wel zo? Dit is het RTL Nieuws van zaterdag 28 maart. Goedenavond. Bezochten we vorig weekend nog massaal de bossen, stranden en parken. Vandaag was het overal een stuk rustiger. Nederlanders lijken zich goed te houden aan de coronawaarschuwingen van de overheid. Ook burgemeesters melden dat veel mensen nu wel luisteren naar de oproep om thuis te blijven en anderhalve meter afstand te houden. Hier en daar werd nog wel een markt of een plein gesloten, maar verder was het behoorlijk stil in het land. Het is natuurlijk heerlijk om op deze lentedag even het bos in te gaan. Even uitwaaien. Ik vind het heel fijn om buiten te zijn, omdat het is ook in de natuur en dat vind ik heel mooi. Maar dit is absoluut niet de bedoeling. Dit zijn beelden van vorige week, toen het op veel plekken onverantwoord druk was en natuurgebieden werden afgesloten. Een heel contrast met vandaag. Er wordt gewandeld en gefietst in de natuur, maar het is veel rustiger dan vorig weekend. Weinig fietsers en wel wat voetgangers, maar we kunnen goed afstand houden. Ja, ze blijven toch wel meer thuis. Nou ja, je houdt natuurlijk wel afstand, die anderhalve meter. Maar het is wel lekker rustig. Het is een groot gebied. Nou, ik moet zeggen, ik zie nu vooral veel jongeren toch wel gewoon lekker met elkaar spelen. En de rest is gewoon aan het genieten van het zonnetje, lekker buiten, aan het lopen. Het lijkt dus of deze oproep effect heeft. Een oproep ook voor aanstand weekend is aan iedereen om door te gaan met zoveel mogelijk thuisblijven. Als je toch naar buiten moet, anderhalf meter afstand houden. Dat mensen nu wel luisteren, ziet ook deze boswachter. Zoals het nu is, gaat het prima. Mensen kunnen lekkere frisse neus halen in de natuur en toch voldoende afstand houden van elkaar. Dus niet het beeld tot nu toe van wat we de afgelopen weekenden zagen. Ook voor dieren is drukte in het bos niet veilig. Er was de afgelopen week opvallend veel aangereden wild. Als die dus verstoord opgeschrikt wordt in het gebied waar hij normaal gesproken overdag rust heeft, dan gaat hij op de vlucht. En als hij dan de weg oversteekt, dan kan hij dus aangereden worden. Nu is het dus weer rustig, al blijft afstand houden soms lastig. Ja, het is wel irritant. Het is moeilijk, maar het kan wel. Het zijn meer de oudere mensen, hè, die je nu tegenkomt, die in één keer naar buiten komen. Ja, als hun dan ook oppassen, dan is het goed, toch? In sommige steden ging het nog niet helemaal goed. Op het Kaapse Plein in Den Haag greep de politie in omdat er te veel mensen samenkwamen. Met een drone werd gesommeerd om afstand van elkaar te houden. Het is verboden voor de 3 of meer mensen bij elkaar te staan. Net als in de bossen bleef het ook op de stranden vandaag opvallend rustig. Ook vandaag kwamen er weer cijfers van het RIVM. Het afgelopen etmaal zijn in Nederland 93 mensen overleden aan het coronavirus. Gisteren waren dat er nog 112, een lichte daling dus. Het totale aantal overleden personen is nu 639. En in één dag tijd zijn 454 mensen met het virus in het ziekenhuis opgenomen. Die komen overigens niet allemaal op de IC terecht. We gaan naar verslaggever Ilko Hilterman bij het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Ja, Ilko, wat zeggen deze cijfers? Ja, het is echt nog te vroeg om van een trend te kunnen spreken. Maar er zitten wat voorzichtig positieve punten in de cijfers van vandaag. Nou, bijvoorbeeld dus het aantal sterfgevallen dat toch iets lager is dan gisteren. En we zien bijvoorbeeld in Noord-Brabant nu dat het aantal nieuwe ziekenhuisopnames aan het dalen is. Ja, tegelijkertijd zien we het op sommige andere plekken in Nederland wel toenemen. Bijvoorbeeld hier in Zuid-Holland. Dat is nu de provincie met de grootste stijging van het aantal ziekenhuisopnames. En ook landelijk gezien neemt de druk op de zorg, zoals bijvoorbeeld op de intensive care afdelingen, nog steeds elke dag verder toe. Ja, redden ze het dan nog wel op al die intensive cares? Ja, gisteren is al de verwachting uitgesproken dat er in ieder geval dit weekend nog voldoende bedden zullen zijn voor alle patiënten die intensieve zorg nodig hebben. Na het weekend, ja, dan gaat het gewoon heel erg spannend worden. De hoop is dat de toestroom aan nieuwe patiënten wat zal dalen. En daarnaast wordt er uit alle macht geprobeerd om het aantal IC-plekken verder uit te breiden. Nou, in dat opzicht was er een beetje goed nieuws vandaag, want op Schiphol kwam een lading van 100 beademingsapparaten aan, gemaakt door Philips in de Verenigde Staten. Dat moeten er in de komende weken 1000 worden, maar de eerste
laatste 100 die zijn er nu en die kunnen per direct over de Nederlandse ziekenhuizen verdeeld worden. En de Nederlandse overheid is ook nog in gesprek met het Duitse bedrijf Dräger. Ook over de levering van beademingsapparaten gaat dat. En opmerkelijk, vanmiddag werd bekend dat koning Willem-Alexander hoogstpersoonlijk gebeld heeft met dat bedrijf. Want ja, misschien dat zo'n telefoontje ervoor kan zorgen dat die apparaten toch net wat sneller vanuit Duitsland naar Nederland worden gestuurd. We zitten inmiddels al een paar weken in deze coronacrisis. Houden al die verpleegkundigen en artsen het nog wel vol? Ja, de druk op het zorgpersoneel is natuurlijk al wekenlang enorm groot. En dan met name in het gebied dat in Nederland tot nu toe het zwaarst getroffen is, Noord-Brabant. Wij spraken met een intensive care arts die in Brabant elke dag opnieuw probeert levens te redden. Heeft u wel eens gevloekt de afgelopen dagen? Nee, ja, dat doe ik liever niet. Maar ik heb wel momenten.